Welkom allemaal bij ons webinar. We zijn begonnen, we zijn gestart. En we zitten allemaal vol spanning inderdaad wat onze lectoren, docentonderzoekers ons allemaal vandaag gaan vertellen. We hebben in ieder geval een heleboel mooie sprekers vandaag bij ons webinar. En voordat we gaan beginnen nog een paar kleine huishoudelijke mededelingen. Wat we vandaag hebben, we hebben openstaan voor u een Q&A. Dat betekent dat u uw vragen daarin kunt typen. En ik lees met u mee en zal zorgen dat de sprekers uw vragen aan het eind van hun presentatie kunnen beantwoorden. De chat hebben we uitgezet, maar als u vragen hebt, alsjeblieft zet ze erin en wij proberen ze te beantwoorden. Lukt dat vandaag niet? Dat kan, want ik heb al gezien dat de sprekers ontzettend mooie verhalen hebben, mooie platen aan u willen laten zien. Als daar geen tijd voldoende is om de vraag te beantwoorden, nemen we ze mee en zorgen we dat achteraf, na het webinar, dat we die vraag alsnog beantwoorden. En dat zullen we dan schriftelijk doen. Wat we ook doen vandaag is dat we het webinar opnemen. En dat gaan we straks plaatsen op Groen Kennisnet. Ik zal u, ik denk, ongeveer 2-3 weken over de link sturen, zodat u nog een keertje terug kunt kijken. Want ik verwacht in ieder geval dat het een heel mooi webinar wordt. En ik ga u ook voorstellen meteen aan onze eerste spreker. En dat zal zijn Sandra van der Wielen. En ze doet samen de presentatie met Mauro Gallo. En ik zou zeggen, Sandra en Mauro, willen jullie jezelf voorstellen? En dan kunnen we ook de presentatie met jullie gaan beginnen. Sandra en Mauro, veel succes. En neem de lezers en kijkers met ons mee. Dankjewel. Ik ben Sandra van der Wielen. Docent ecologie, biologie, natuur en communicatie op de Eres Hogeschool in Wageningen. Dat is een docentenopleiding voor docenten in het groene onderwijs, groene beroepsonderwijs. En ik ga jullie samen met Mauro meenemen in de biomimicry, oftewel de natuurlijke oplossingen. En misschien dat kan Mauro nog eventjes... Goedemiddag allemaal, mijn naam is Mauro Gallo en ik werk als lector biomimicry, niet alleen voor in Holland, maar ook voor andere twee hogescholen, Eres in Wageningen, waar ik werk samen met Sandra. En ik werk ook voor een ander hogescholen, en dit is de Van Laarestein in Leeuwarden. En zo samen met Sandra we gaan een presentatie geven over biomimicry. Maar nu het is beter als ik ga de woord aan Sandra geven voor de presentatie. Dankjewel, dankjewel. Nou, waar gaan we het over hebben? We gaan jullie in vogelvlucht, want er zijn zoveel mooie sprekers, zoveel tijd hebben we niet. Dus in vogelvlucht meenemen naar biomimicry. Wat is dat nou eigenlijk en waarom is het zo belangrijk? Ik wil een paar voorbeelden geven over biomimicry, maar vooral ook stilstaan bij hoe doen we dat nou, biomimicry, en hoe werkt dat nou? En als laatste nog wat tips om actie te ondernemen. Dus dat gaan we doen. Biomimicry, wat is dat? Velen weten jullie misschien wel biomimicry, iets nadoen, dus nadoen uit de natuur. Nou, de definitie van biomimicry door Janine Benwis is dat biomimicry is het leren van en het vervolgens dus inderdaad nadoen van natuurlijke vormen, processen en ecosystemen om te komen tot een meer duurzaam ontwerp. Daar stond nog ergens onder dat dus inderdaad de definitie van Janine Benwis was. Maar waarom moeten we dat dan doen? Waarom is dat zo belangrijk dat we dat in de natuur kijken? En waarom kunnen we dat als mensen niet zelf? Mag nog een keer klikken? Dat zien jullie daar. Terug. Ik ga terug. Ja, dankjewel. De natuur heeft namelijk al een hoop dingen uitgevonden voor ons. En die natuur, de aarde, om zo te zeggen, is er al
vele jaren langer dan dat wij hier op deze aarde rondlopen. En er heeft dus eigenlijk een soort van research and development plaatsgevonden van miljoenen jaren. Dat kunnen wij niet zomaar zelf verzinnen. Het zou dom zijn als we dat zomaar zelf zouden willen verzinnen. Als daar al zoiets geweldigs met zoveel jaren aan uitproberen en bewijzen dat het werkt, aan vooraf is gegaan. Dus daarom kijken we in de natuur. Ja. Nou, hier zie je een voorbeeld van hoe dat dan werkt in de natuur ten opzichte van mensen. Dus die linkerfiguur, daar zie je zeg maar de oplossingen die mensen hebben gekozen voor problemen. En je ziet, ik weet niet of misschien is dit handig als deze wat groter komt, zodat mensen beter kunnen zien dat ik niet in beeld ben. Je ziet inderdaad de oplossingen op verschillende grootte, dus van nanometers tot en met kilometers. En als je dan bij mensen kijkt en je ziet die verschillende kleuren, je mag één keertje klikken, dan komt er een mooi groen rondje op een rare plaats. Dan zie je dus bij de meter de verschillende kleuren. En bij de mensen wordt er vooral heel veel materiaal gebruikt, dus dat gele. Er wordt veel ruimte gebruikt, dus dat blauwe. En er wordt veel energie gebruikt, dus dat rode. Dus dat is wat mensen gebruiken voor hun oplossingen als je bij bijvoorbeeld een meter kijkt. Als je in de natuur kijkt en waar oplossingen zitten met diezelfde grootte, ongeveer rond een meter, dan zie je dat daar andere kleuren veel de voorgrond hebben, dus veel gebruikt worden. Dus heel veel informatie, die oranje, maar weinig energie, wat meer tijd, weinig ruimte, heel veel structuur, dat is dat grijze, en maar weinig materiaal. Dus de natuur is in staat om oplossingen te bieden voor problemen, waarbij ze andere zaken gebruiken. Nou, een van de redenen om inderdaad in die natuur te kijken van hoe doen ze dat dan precies. Volgende graag. En dan nog een keer. Ja. En mag je doorklikken inderdaad. Wat moeten we dan leren en nadoen? Nou, dat zijn dan onder andere, dus nog een paar keer doorklikken. Oké, dit ziet er anders uit dan bij mij. Maar dat zal met het mooie In Holland logo en sheet te maken hebben. Wat we dus moeten nadoen zijn dus inderdaad die natuurlijke vormen. Nou, dat zie je dus boven de ijsvogel. Processen, dus dat blad. Bijvoorbeeld fotosynthese. Maar ook hele ecosystemen kunnen we iets van leren. Volgende graag. Nou, hier zie je bijvoorbeeld rechtsonder, dat is iets van vorm, een toevallige uitvinding, klittenband, kennen we allemaal. Maar zaadjes, dat komt dus van zaadjes die in de vacht blijven zitten en iemand die dacht, hey, wat is dat voor zaadje en waarom is dat zo moeilijk om uit die vacht te halen? Onder een microscoop bekeken en uitgevonden van, oh, dus als ik iets maak wat er zo hetzelfde uitziet, lusjes aan de ene kant en haakjes aan de andere kant, dan kan ik iets heel goed vastmaken, maar het ook weer loshalen als ik wil en weer opnieuw vastmaken. Nou, de ijsvogel is gebruikt omdat een ijsvogel heel goed van het ene medium in het andere medium kan, van lucht in water, zonder daar hinder van te ondervinden. Dat hebben ze nagedaan bij een trein die vanuit de spoor ineens een tunnel in moet, waarbij de luchtdruk anders is en er voorheen een grote knal kwam en met deze vorm dat gereduceerd wordt. Nou, walvissen, die hebben, dat is ook weer vorm, die hebben allemaal niet hele gladde vinnen, maar die hebben daar juist allemaal structuur in zitten. En ook dat is nagedaan bij windmolens. En de kever. En dat is leuk, want daar kan je op klikken en dan komt er een mooi filmpje. En dan hoop ik dat het werkt. Hij lijkt er wel. By 2025, nearly a quarter of us could be living in places where water is scarce. Now, scientists trying to tackle the problem
have turned to a tiny beetle for help. The fog sand beetle is native to Africa's Namib Desert, one of the most arid areas of the world. But what it lacks in rainfall, it makes up for in coastal fog. And it's this the beetle depends on for survival. It basks in the fog, standing upside down on top of sand dunes. Its back is covered in bumps that have water-loving tips and water-repelling slopes. This structure encourages tiny droplets of fog to stick to the surface. As the droplets coalesce to form larger drops, gravity causes them to roll down its back and into its mouth. Now, there are several fog collecting projects across the world, but improvements are always welcome. Scientists in the UK are replicating the pattern to design roof tiles that trap fog water. The tiles could help hospitals in parts of Africa collect sterile water to make medicines. Everybody needs water to live, and this clever beetle will continue to teach us innovative ways to make the most of it. En nou komt de presentatie weer, hoop ik. Nee. By 2025, nearly a quarter of us could be living in places where water is scarce. Now, scientists trying to tackle the problem have turned to a tiny beetle for help. The fog sand beetle is native to Africa's Namib Desert, one of the most arid areas of the world. Ja. Kan ik doorpraten nu? What it lacks in rainfall, it makes up for in coastal fog. And it's this the beetle depends on for survival. Maar ook iets heel moois wat water opvangt, wat je kan gebruiken in een stad, waar je bij het ontwerp dus gebruik kan maken van oplossingen die je in de natuur terugvindt. En wat belangrijk is, daar is de presentatie alweer. Nog een keertje klikken. Belangrijk is dus van te bedenken van hoe zorgen we er nou voor dat we dit soort mooie voorbeelden ook inderdaad gebruiken in onze design, wanneer we design doen. Nou, een van de dingen die ook Janine Benyus heeft opgeschreven is de Life's Principles, waar je na kan gaan van, maar wat is het nou? Wat zijn de principes achter al de levende vormen waar we ook gebruik van kunnen maken in ons design? Volgende graag. En iets anders wat daarin meespeelt is dus dat technologische oplossingen, iets moeten doen met biologie. Iets wat misschien wel heel vreemd voor ze is. Mag je nog een keertje klikken? En dat kan op twee manieren. Het kan zijn dat de technologie een probleem ondervindt, en dan gaat kijken in de biologie of in de natuur naar een mogelijke oplossing. En dat is vertaald naar een technologische oplossing. Het kan ook op de andere manier. Dus nog een keertje klikken. Ja. Dat vanuit de biologie, en dat zagen jullie met het voorbeeld van het klittenband, iets wordt gevonden waar mensen verder gaan kijken van wat is dit voor moois. En dan bedenken, hey, hoe zouden we hier, wat ik nu hier heb gevonden, kunnen gebruiken om een probleem vanuit de technologie een oplossing voor te kunnen bedenken. Volgende. We hebben net allerlei voorbeelden van vormen gezien, natuurlijke vormen. Dat is best wel sprekend vaak bij biomimicry. Maar het hoeft niet te blijven bij vormen. Het kan ook dat je goed naar ecosystemen kijkt en dat je vanuit de ecosystemen meer toepast op design. Nou, hier zie je een eco-device die is ontwikkeld vanuit ecosystemen. Stel nou dat je een systeem hebt, je ziet een minimum, je ziet een maximum. En in dat systeem moet je ervoor zorgen dat het systeem goed blijft werken. Nou, wat kan er gebeuren met zo'n systeem? Wat er kan gebeuren is dat er een tekort aan iets komt. Nou, daar zie je rechtsbovenin zie je dus voorraad staan. Dan moet je dus zorgen dat er iets in dat systeem komt om het aan te vullen. Het kan zijn dat je iets te veel hebt, dat je iets niet wil. Dan kun je het tegenhouden. Dus rechts onderin weerstand is dat. Maar het kan ook zijn dat er een verstopping is in het systeem. Dat je juist iets kwijt wil raken. Nou, dan moet er iets uit het systeem kunnen. Of dat je juist wil zorgen dat er goede dingen in het systeem behouden blijven.
Dus het vasthouden, tegengaan van verlies. Dat is dus links onderin, retentie. Nou, op die manier kan je ook bijvoorbeeld de stad bekijken. Wat komt erin? Wat gaat eruit? Wat willen we vasthouden? Wat willen we juist kwijtraken? En dan zul je zien dat je dit soort systemen ook aan elkaar kan plakken. Dat je dus meerdere systemen naast elkaar, waarbij van het ene systeem iets naar een ander systeem gaat en zo weer verder. Op die manier kun je ecosystemen als voorbeeld gebruiken voor je design. Volgende graag. Nou, wat daarbij belangrijk is, is dat we doorhebben dat wanneer je zoiets wilt toepassen, dat die verbinding met natuur heel belangrijk is. Dat je vanuit een ecologisch perspectief kunt denken en kijken en dat je dat meeneemt in je design. En die verbinding met natuur is wel iets waar vele mensen zich over buigen en ook hele studies zijn over dat het ook nog gezond voor mensen is, maar dat het wel steeds verder weg raakt. En vooral als je het hebt over technologen die technologische oplossingen bedenken, dan is dat wel een punt waar we rekening mee moeten houden. Daarnaast is het verbinden van experts en expertises. En volgens mij zit er ook nog een zinnetje onder. Oh, nee. Dat is raar. Ja, het is, ik snap het, Sandra. Dus jouw presentatie hebben we helaas... soms missen we daar iets in. Dat komt ook, denk ik, door het overzetten van jouw presentatie in het format. Sorry daarvoor. Ja, dat denk ik ook. Ja. Maar ik hoop inderdaad dat in ieder geval de kijkers niet verstoort. Ik hoop maar dat het ook. Volgens mij heb je in ieder geval een heel mooi verhaal rondom biomimicry. Dus we gaan lekker verder met... we missen inderdaad misschien één zin. Nou, maar dat geeft niet, ik vertel het er wel bij. Ja, graag. Ik weet nog wat ik wilde vertellen. Dus, heel mooi. Verbinden van experts en expertises. Jullie zagen net technologie, biologie. Nou, ik heb het met Mauro uitgeprobeerd. Mauro is een technoloog, ik ben een bioloog. En Mauro en ik, wij snappen elkaar niet altijd even goed. En dat is iets wat best wel lastig is als je wil gaan samenwerken. Want waar Mauro heel enthousiast over wordt, denk ik, nou ja. En waar ik heel enthousiast over ben, waarvan ik denk van, nou, dat is gewoon zo, wordt Mauro ineens heel enthousiast van. Dus het verbinden van experts en expertises is iets wat heel belangrijk is. En daar doen wij nu ook heel veel onderzoek naar. Daar heb je boundary crossing skills voor nodig. Nou, gelukkig is daar in het onderwijs ook wel steeds meer aandacht voor. Hoe kun je nou vanuit verschillende culturen, dat kan internationaal zijn, maar verschillende disciplines, dus technologie, biologie, maar ook verschillende sectoren, dus het onderwijs met het bedrijfsleven, met de overheid. Dat gaat niet vanzelf, dat samenwerken. En daar zul je dus moeten proberen om één taal te spreken. Nou, een van die talen die je bijvoorbeeld tussen biologen en technologen kan doen, is om de dingen in functies te omschrijven. Dus een functie van een blad, fotosynthese, is iets waar technologen dan iets mee kunnen. Volgende, graag. Maar heel eventjes nog eerst over die verbinding met natuur. Want daar is een hele mooie man, Matthijs Schouten. Mooi mens, zou ik zeggen. Die daar heel veel heel mooi over kan praten. Die daar heel veel onderzoek naar heeft gedaan. En die een aantal verschillende grondhoudingen ten opzichte van de natuur heeft benoemd. Van heerser, overheerser, via rentmeester, dus zorgdrager voor de natuur, maar wel ten dienste van ons, naar een partner, laten we daar vooral ook mee gaan samenwerken, tot participant, je echt onderdeel voelen van de natuur. En doorhebben dat... dat het niet alleen natuur en iets tussen natuur en mens, maar dat een mens een onderdeel is van die hele natuur. Nou, dat zijn grondhoudingen die je overal terugvindt. En het kan best zijn dat je een bepaalde grondhouding hebt als je dat gevraagd wordt. En dat je denkt van nou, ik zit wel ergens bij die partner, een participant. Maar dat als je maandag naar je werk gaat, je dat ineens bij sommige dingen even weer vergeten bent en vanuit een overheersende idee wat in de maatschappij is, toch vanuit een heerser of een rentmeester dingen doet. Nou, hier is heel veel te winnen. Ook op het punt dat mensen zich
soms machteloos voelen om bepaalde oplossingen aan te dragen, machteloos voelen om het tij te keren en naar een duurzamere wereld te gaan. Als je je echt verbonden voelt, dan kun je alleen maar naar je grondhouding leven en zal je ook echt een verschil maken. Dat is de gedachte van Matthijs Schouten. Sandra, we hebben nog een paar minuutjes. Ja, ik ben bijna klaar. Ja, ik weet het. Ik kan hem ook hier stoppen, eventueel. Nee hoor, juist. We hebben die paar minuten nog. Okay, en we hebben nog geen vragen binnen. Dus volgens mij is je verhaal heel erg duidelijk. Anders hadden we er al zeker vragen gehad. Dus ik geef jou nog even het platform. Ja. Het tweede punt is, expert zoekt expert. Hoe doe je dat? Hoe vind je elkaar? En hoe begrijp je elkaar? Nou ja, wat ik net al zei. Zaken benoemen vanuit de functie. Dat helpt om bijvoorbeeld biologen en technologen met elkaar te verbinden, om te snappen waar ze het over hebben. Ook dat hebben Mauro en ik uitgeprobeerd en dat werkte. Mm-hmm. En een mooie tool die daarbij een rol speelt is AskNature.org. Daar staan allerlei mooie voorbeelden vanuit de natuur, vanuit de biologie, dus biologische, natuurlijke oplossingen, die je op basis van een functieomschrijving kunt vinden. Dus stel, je bent een technoloog en je hebt een probleem en je wilt graag een oplossing, dan kun je op die manier die database raadplegen. Nou, vaak zul je misschien bij bepaalde oplossingen experts tot in de kleinste detail misschien wel nodig hebben. Maar dan weet je in ieder geval in welke richting je moet zoeken en wat voor soort biologen bijvoorbeeld je nodig hebt om met jou mee te werken. Volgende. En ja, ik heb begrepen dat dit webinar is voor deze doelgroep die hier nu staat. En daarbij dus de vraag, wat kan ik nou doen om hier een beweging in te krijgen? Om te zorgen dat er meer mensen iets met biomimicry gaan doen. Nou, bijvoorbeeld, je bent student. Wat jij kan doen is je verwonderen door echt buiten goed om je heen te kijken. En je continu af te vragen, wat zie ik nou eigenlijk? En daar vragen over te stellen. Is het wel zo normaal, zo logisch wat ik nu hier buiten zie? Dus probeer met andere ogen om je heen te kijken. En probeer je echt te verwonderen. En neem dat mee in je eigen ontwikkeling. Voor docenten zou ik zeggen, stimuleer dat vooral. En dat kan op allerlei verschillende niveaus. Ik heb dat uitgeprobeerd en ben dat nog steeds aan het doen in mijn onderwijs. Zorg dat studenten zich verwonderen. Ook als ze buiten om zich heen kijken. En zorg ook dat ze dat studenten zich gaan samenwerken met verschillende mensen uit verschillende landen, culturen, disciplines, om die boundary crossing te stimuleren. Om ook daar stappen te maken van, maar hoe doe je dat eigenlijk met mensen die ik eigenlijk niet snap? En ja, toch samen te werken en tot iets nieuws te komen. Sandra. Ja? Volgens mij inderdaad, ik ga je even onderbreken, hè, want nu, ik hoop in ieder geval dat iedereen zich verwondert. Ja? Volgens mij voor de doelgroep, voor studenten, docenten, maar ook ondernemers, brancheorganisaties. En ik weet dat ze allemaal bij het webinar aanwezig zijn. We hebben aanmeldingen, we hebben mensen vanuit, ja, ik zeg van alle doelgroepen. En ik hoop dat iedereen zich verwondert. En juist inderdaad heel veel, eigenlijk wat ik jou hoor zeggen, de grootste boodschap. De natuur biedt ons zoveel mooie dingen. Kijk gewoon naar de natuur, wat er allemaal te vinden is. En dat is volgens mij de grootste boodschap. Heb ik het ben je het met me eens? Ja, en samenwerken met anderen. Die je misschien niet zo waardeert omdat je ze niet snapt. Maar toch samenwerken. Maar het is wel heel moeilijk, hè? Dat is heel moeilijk. Ja, dat moet je ook leren, denk ik. Ja. Nou, in ieder geval heel fijn dat jij heel goed kunt samenwerken met Mauro en volgens mij met nog veel meer mensen. Als er nog vragen zijn over deze presentatie, we hebben er nu geen tijd voor. Misschien later in het webinar, als iemand anders zijn tijd niet helemaal nodig heeft. Anders gaan we de vragen allemaal beantwoorden via schriftelijk. Dus krijgt u ze alsnog. En ik ga graag door naar de volgende spreker. Ook om de volgende spreker ook weer alle tijd en ruimte te geven voor een heel mooi verhaal. De volgende spreker in ons webinar, en dat mag ik natuurlijk zeker niet verkeerd zeggen, is Rob Roggema. Rob Roggema is ook een lector bij Hogeschool in Holland.
bij het domein techniek, ontwerpen en informatica. Rob, ik zou zeggen, kom jij naar binnen op het platform. Tijdens zo'n webinar is het natuurlijk super mooi wat er nu gebeurt. In heel Nederland zitten we met z'n allen verspreid. Sprekers, maar ook niet alleen onze sprekers zitten overal in Nederland en zelfs in België, Duitsland. Maar ook onze deelnemers. En dat is natuurlijk super mooi dat kan met de techniek. Rob, hartstikke fijn dat je erbij bent. We gaan ook jouw presentatie starten. Ik zou zeggen, stel je nog eventjes voor wie je bent. Maar vooral inderdaad, laten we ook vooral kijken naar de inhoud. Je zei van tevoren, de plaatjes zijn belangrijker als ikzelf. Nou Rob, volgens mij is het ook fijn om jou te zien en weten we wie jij bent. Dus ik zou zeggen, we gaan de presentatie ook voor jou starten. Dankjewel Gerrie en goedemiddag allemaal, kijkend her en der. Ik ben natuurlijk ook een stukje natuur, dus in dat opzicht zijn we allemaal één, wil ik maar zeggen. Mijn naam is Rob Rogema, ik ben sinds vorige maand lector bij In Holland op het gebied van Resilient Coastal Deltas en de gebouwde omgeving. En ik wil het eigenlijk een beetje hebben over natuur en bouwen in een brede zin. Wat jullie hier zien is eigenlijk een soort vertegenwoordiging van de tijd waarin we verkeren. En die tijd is niet altijd rooskleurig als het gaat over de natuur. Dit zijn een aantal bomen geplant in Manhattan, of geplant moet ik het zijn, niet eens geplant. Het zijn dode bomen die daar neergezet zijn als kunstwerk en die in 40 dagen tijd als het ware helemaal in verval raken. En dat is bedoeld om mensen, en dan mag naar de volgende, om mensen zich bewust te laten worden van het feit wat we eigenlijk de natuur aandoen. Er wordt eigenlijk van buiten het land, wordt het eigenlijk direct midden in het hartje van de verstedelijking geplaatst. Volgende. En dat betekent eigenlijk ook dat we zeggen van de natuur, die geeft ons eigenlijk aan dat ze ruimte nodig hebben of heeft. Dat hebben we de afgelopen tijd in Nederland natuurlijk goed kunnen zien, in België en Duitsland ook. Letterlijk vraagt de natuur om meer ruimte in onze stedelijke omgeving. En dat is een signaal, denk ik, van hoe de natuur zich manifesteert. Volgende. Want eigenlijk leven we natuurlijk allang in een nieuwe werkelijkheid. En laten we ons eens afvragen wat er met de stad en het landschap zou moeten gebeuren als we te maken krijgen met een urenlange bosbrand of een regenbui die dagenlang aanhoudt, een hittegolf die weken duurt, maandenlange droogtes of zoals we ook al zien, een jarenlange zeespiegelstijging. Eigenlijk hebben we te maken met een eeuwigdurende verandering waarvan de vraag is, hoe ontwerpen we eigenlijk onze stad en hoe bouwen we onze omgeving eigenlijk om daar mee om te gaan. Volgende. En daarbij komen we eigenlijk op een kleine definitiekwestie, en dat is best wel belangrijk. Want het symposium heet Nature-Based Solutions. We hebben het allemaal over natuur-inclusief. En ik dacht, natuur-inclusief, dat betekent volgens mij dat de natuur er ook bij mag. En dat vond ik nog niet zo'n geweldige situatie. Nature-based wordt eigenlijk al iets beter, want dat betekent volgens mij dat we de natuur als een soort uitgangspunt nemen van ons denken en ons inrichten van onze ruimte. Maar misschien is de ultieme vorm van nature-based solutions wel dat het nature-driven is. Dat de natuur eigenlijk bepaalt wat er gebeurt en dat we als mens en menselijke samenleving ons daarin voegen. Volgende. En dan de natuur is natuurlijk niet één ding. De natuur komt in zoveel hoedanigheden voor. Dus we zullen op allerlei schaalniveaus rekening mee moeten en kunnen houden, ook als inspiratiebron, voor het inrichten van onze ruimte. Dit is het kleinste diertje op aarde zo ongeveer, of ik geloof dat hij diep in de zee leeft. Een millimeter groot ongeveer. Volgende. En we hebben natuurlijk ook te maken met robuuste natuur, zoals we dat noemen. Marco Watt is een goed voorbeeld. Een natuureenheid van een aantal kilometers bij een aantal kilometers oppervlakte. Wat brengt me eigenlijk bij het volgende, en dat is dat we eigenlijk moeten kijken naar die natuur in een heel integrale, op een heel integrale manier. We moeten eigenlijk de natuur gebruiken om ons te helpen bij het bouwen. We zouden eigenlijk de openbare ruimte
moeten vullen met natuur, veel meer dan we nu doen. We moeten netwerken maken en creëren van die natuur. En we moeten eigenlijk de verbindingen zoeken tussen wat ergens binnen in de stad gebeurt en dat hele uitgebreide landschap en die, misschien vroeger heette dat wildernis, die buiten de stad zich bevindt. En daarbij moeten we ons richten op de systemen. Blauw en groen, die zijn wel bekend, maar ik heb er even oranje aan toegevoegd, want het gaat uiteindelijk natuurlijk ook om de mens en het sociale aspect. Als mensen het niet kunnen beleven dat de natuur goed voor ze is, dan zullen ze ook die niet omarmen. En daarbij gaat het vervolgens om de processen. Kringloopbesluiten is een welbekend fenomeen, maar hoe vertalen we dat nou in de praktijk? En kunnen we de kracht van die natuur gebruiken om ons als het ware te helpen bij onze opgave? En een kernbegrip in dat integrale denken is altijd weer de veerkracht. En hoe kunnen we nou het aanpassingsvermogen eigenlijk vergroten? En veerkracht is altijd iets wat heel veel verschillende definities bij iedereen oproept. Maar het is niet alleen maar groeien en reageren op een onverwachte schok van buiten. Het is eigenlijk ook dat het systeem kan instorten en zich daarna weer kan herpakken en weer opnieuw kan gaan groeien. En die processen die vinden in de natuur natuurlijk altijd plaats. Maar daar hebben we in de menselijke samenleving, zou ik maar zeggen, hebben we daar eigenlijk weinig aandacht voor. Bij ons gaat het eigenlijk al snel over het groeien en het bestendigen en in stand houden van wat we hebben. Volgende. Ik wil een paar voorbeelden even laten zien op verschillende schaalniveaus. Dit is de eerste en dat gaat over een plan voor het noordelijke stuk van Groningen. Volgende. Een landschap wat eigenlijk volledig door de mens is gecontroleerd en in gang is beheerst wordt. Rechtgetrokken, natuurlijke afwatering, een grootschalig en monofunctioneel landbouwgebied. Verzilting, er is een risico van overstroming in dat gebied. En eigenlijk zou je naar een soort natuurinclusief landschap toe willen, waarbij dat rijtdiep zich weer in het landschap kan hermeanderen. We kunnen de zee als het ware weer toelaten in het gebied, waardoor de natuur het landschap mee op kan bouwen. Waardoor nieuwe vormen van landbouw mogelijk worden en de natuur daar wel bij vaart. En tegelijkertijd de bodem als het ware weer opgebouwd wordt, doordat de zee sediment in het landschap inbrengt. Volgende. En het is eigenlijk iets wat in de geschiedenis ook zo was. Dat rijdiep, dat kronkelde dwars door dat landschap heen. En wij zijn eigenlijk als mens uiteindelijk de boel gaan bedijken. En we zijn vervolgens die riviertjes recht gaan trekken, waardoor het systeem veel kwetsbaarder werd dan nodig. Volgende. Dus in dit plan hebben we eigenlijk gezegd, we zouden de huidige situatie eigenlijk weer moeten omvormen en terugbrengen naar een systeem wat veel dynamischer is en waar de zee en het land samen eigenlijk een veilige context gaat creëren. Dat kan in een aantal stappen. We laten de zee binnen, brengt sediment en nieuwe natuur terug. De eerste vormen van zilte landbouw en andere teelten kunnen daarin een plek krijgen. Volgende. En in een aantal stappen kan eigenlijk dat hele noordelijke landschap, en klik maar door hoor, dat hele landschap zich als het ware gaan voegen en gaan vormen onder invloed van die krachten die de natuur ons als het ware ook gratis aanlevert. En dan komen we uiteindelijk tot de volgende, tot een situatie waarin dat hele landschap ongelooflijk verrijkt is en van een monofunctioneel, recht toe, recht aan Gronings landschap omgevormd wordt naar een ontzettende diverse en rijke omgeving. Volgende. En dat levert natuurlijk hele andere beelden op dan het huidige landschap en een veel rijkere en ook veel productievere omgeving voor mens en dier. En dat werkt uiteindelijk uit op het niveau van de stadsrand, zoals je hier kunt zien, is de bestaande situatie, weer recht toe, recht aan zou ik maar zeggen. En dat gebied komt dan uiteindelijk onder invloed van eb en vloed. En de eb-situatie die is in de volgende dia. Van tijd tot tijd brengt het zilte landschap dat tot aan de rand van de stad. En ook als het zeewater omhoog komt, dan omspoelt dat als het ware de stedelijke rand die daar binnen zijn plekje kan vinden. Volgende. En nog een keer volgende. En dat ziet er dan ongeveer zo uit. Dus een heel ander type landschap. Als we iets naar een lager schaalniveau gaan, dan heb ik een voorbeeld van een
van een plan in Sydney, One Central Park, in het midden van de stad. Volgende. En dit is een project wat ja, heel recent eigenlijk pas is uitgevoerd. Volgende. In een gebied wat nou, vlakbij het Centraal Station ligt. Het was een oude bierbrouwerij en is eigenlijk totaal omgevormd tot een, ja, wij zouden het zeggen, natuurinclusief nieuw stukje stad. Volgende. Waarbij de skyline, zoals die eigenlijk is, van die vrij stenige, harde skyline, een toevoeging aan is gedaan met een heel groen nieuw gebouw en serie van gebouwen eigenlijk. Volgende. Waarbij de gevels van zo'n gebouw eigenlijk één grote verticale tuin zijn geworden en een enorme rijkdom aan natuur oplevert. Er nestelen haviken boven in het gebouw, er zijn enorme zwermen van insecten aanwezig, kikkerkolonies die aan de voet van dit gebouw zich hebben gevestigd. En dat alles samen met een enorme rijke plantengroei. Volgende. En dit is, als je nog een keer klikt, gaat het filmpje aan. En zo ziet het er ongeveer uit. Nee, in het midden zie je de oude brouwerij nog staan, het oude gebouw. Er wordt geen bier meer gebrouwen, wordt het alleen nog maar opgedronken daar. En je ziet een hele transformatie van de stedelijke omgeving in. Ja, toch een hele stenachtige, rotsachtige omgeving. Het is nodig in Sydney, omdat het daar natuurlijk in de zomer, iedereen kent de bosbranden uit de omgeving van Sydney, maar gewoon bloedheet is in zo'n rotsachtige, stedelijke context. En dat doen we in Nederland eigenlijk ook een beetje. Een plan van MVRDV op de Zuidas in Amsterdam, dat heet The Valley. Ja, de Zuidas die kennen we allemaal. Volgende dia laat zien ja, wat voor Manhattan-achtige omgeving we willen creëren kennelijk in dat gebied. Dus er is maar weinig groen te vinden. En wat het plan voor de Valley eigenlijk inhoudt, is dat die zeg maar, corporate omgeving, als het ware getransformeerd wordt, mag op de volgende, getransformeerd wordt naar een toegankelijke en een hele ecologische omgeving, waarbij als het ware de binnenkant van die gebouwen als het ware uitgevreten wordt en beschikbaar komt, nieuwe ruimte beschikbaar komt voor niet alleen de mens die daar gewoon vrijelijk in rond kan wandelen, maar ook voor de natuur die op allerlei niveaus van dat gebouw zijn plekje gaat vinden. Volgende. Ja, zo ziet het dan gewoon uit als het nu precies is. Het is op dit moment trouwens in aanbouw. Neem maar dat, ik geloof dat het volgend jaar opgeleverd wordt. Volgende, een kort filmpje. Nog een keer. Valley is a... Is it the building or is it more? The building looks almost like an office building because of the corporate outside, the mirror. It looks like a part of this CBD, but it's carved away. It's like a rock that sort of exploded and where valleys have started to exist. On the valleys there will be trees, it will be green, it will be a park on top of a building. What is different in Valley? Everybody is invited to go up the building. There will be bars, there will be restaurants, there's just public space. You can just walk up there and watch the soccer field on the other side, have an amazing view on the sunset in Amsterdam. It's open for the public. And this is the future of cities. Now you see the glass facades, but suddenly this glass facade, which looks like an office building, there are openings in it. That doesn't happen in offices in that way. So you see the confusion in the magazines and in the newspapers. And I'm also very happy to see the grotto now emerging, which becomes an urban space that no one has seen yet. Nice. Because it shows that densification of a city can become nice, can become human and green by, say, covering our buildings as a first step with forests, with trees. With biodiversity, where bees can be there, where birds come to it, where we can store water so that it will not evaporate too quickly, so that you can cool the environment, not only with shade, but with a temperature drop that we can create with that water. Ja, dat geeft een impressie, de volgende mag. En eigenlijk is dat denken wat hierachter schuilt, is eigenlijk het transformeren van de hele stedelijke omgeving naar groen, waarin stedelijke functies een plekje hebben gekregen. En
En ik heb in Sydney gewerkt, heb ik samengewerkt met MVRDV. Toen hebben we samen bedacht om dat de Green Dip te noemen. Als het ware een dip om de stad als het ware te transformeren naar een groene omgeving. En volgende, sluiten we af met nog een kort filmpje. Wat dat niet kan betekenen. Nog een keer klikken. Laatste dia. Nee. En eigenlijk zou het niet fantastisch zijn als we het onszelf gunnen, zou ik willen zeggen, om onze omgeving zo groen en natuurrijk te maken. Het is bijna zo alsof dit doen we niet alleen voor de natuur, maar dit doen we eigenlijk voor onze eigen gezondheid. En de mogelijkheden zijn eigenlijk eindeloos. Als je ziet welke elementen we niet in ons bouwproces gebruiken en kunnen aanvullen of toevoegen met groen en natuurlijke elementen. Dat moeten we eigenlijk veel meer integreren in ons bouwproces, in onze gebouwen en onze stedelijke omgevingen. Dus mijn advies zou eigenlijk zijn, laten we ook dat spel gaan spelen met de natuur samen, in plaats van dat we denken dat we als mensen een gebouw moeten bouwen en dan nog een beetje een groen dingetje aan toe moeten voegen. Gebruik natuur als drijver voor onze toekomst. Nou Rob, dank je wel, want je zet ons in ieder geval heel erg aan denken. En ik zag meteen ook de link met het verhaal van Sandra en Mauro, dat die natuur ons nog zoveel te bieden heeft, maar dat we hem ook vaak volgens mij niet zien of niet meer zien. En ook zeg maar dat we hem ook heel goed kunnen toepassen op onze stad, op het bouwen van onze huizen, van onze omgeving. Heb ik dat goed verstaan? Ja, ik denk het zeker. Ik denk eigenlijk toepassen op onze gebouwen en onze stedelijke omgeving. En misschien moeten we het ook nog een beetje leren omdraaien. Dat we eigenlijk de natuur als uitgangspunt nemen. Waarin wij onszelf als mensen en als stedelijke samenleving kunnen prettig voelen. Ja, Rob, ik heb in ieder geval een vraag voor jou. Projectontwikkelaars, luisterden die ook naar jouw verhaal? Ja, uiteraard. Nou ja, dat weet je natuurlijk nooit. Er zijn heel veel verschillende soorten projectontwikkelaars. Laten we daarmee beginnen. Maar het voorbeeld van de Zuidas laat zien dat de ontwikkelaar daar er zeer open voor heeft gestaan om dit soort van concept toe te passen in een eigenlijk hele stedelijke en hele dure grondprijsomgeving. Dus dat toont wel aan dat de projectontwikkeling in een breedte eigenlijk toe aan het werken is, in mijn opinie, naar een veel bredere doelstelling dan alleen maar stenen stapelen en gebouwen bouwen. En dan een hele andere praktische vraag van Natasja. Het ziet er prachtig uit, maar ze denkt ook aan het onderhoud en het beheer. Hoe zie jij dat? Ja, ik denk dat de natuur eigenlijk altijd zichzelf beheert. Mm-hmm. Tot op zekere hoogte grijpen wij daar natuurlijk altijd op in. Maar als ik het gemiddelde kantoorgebouw zie, waar ook ter wereld, en ik zie daar altijd mannetjes aan tuigjes naar beneden zeilen die de glazen moeten wassen, dan denk ik dat de beheerskosten van een gebouw zoals ze nu ook verschijnen en der eigenlijk zeker niet hoger hoeven te zijn. Veel van de appartementen die bijvoorbeeld in het gebouw in Sydney zijn gerealiseerd, die zijn deels in eigendom, of voor het grootste deel eigenlijk in eigendom van de bewoners zelf. Dus die beheren hun eigen stukje natuur en zijn daar ook mede van afhankelijk, omdat in dat geval bijvoorbeeld het water wat gezuiverd wordt in dat groen weer gebruikt wordt
in het gebouw zelf en eigenlijk de watervoorziening vormt voor de bewoners. Dus er ontstaat een soort symbiose tussen het gebouw, de bewoner en de natuur. En dat is eigenlijk heel, heel slim natuurlijk, dat we daar wat meer van afhankelijk worden en onze eigen rol daar ook in pakken. De vraag is nog niet helemaal beantwoord, want Natasja die wil eigenlijk nog meer weten inderdaad, hè, die bomen die groeien. Zeg maar een boom dat in een gebouw groeit, hè, dat breekt uiteindelijk het gebouw. Ik laat hem heel eventjes voor zo, misschien dat we hem daarna na het webinar kunnen beantwoorden. Ik hoorde je nog iets anders zeggen. En ik denk dat ook een combinatie is met de vraag die Patrick Huntjes heeft. Een spreker die we later gaan horen. Maar Patrick, ik wil jou even het woord geven. Dan wel natuurlijk je kamer of je microfoon aan. Patrick, een vraag voor collega spreker Rob. Het was meer een aanvulling op. Het is misschien wel leuk om te vermelden als nieuwtje dat in Holland medeoprichter is van Sapiens, samen met de Vrije Universiteit Amsterdam en Naturalis. En Sapiens komt dus in het nieuwe gebouw van de Valley te liggen, als een combinatie van museum, broedplaats, waar de jonge generatie de verduurzamingsvraagstukken gaan oppakken. Dat betrekt de klimaatcrisis, voedseltransitie, van lineaire naar circulaire economie. Dus dat komt in het gebouw wat jij net hebt laten zien daarop. Dus wij worden daar bewoner van dit gebouw. Ah. Kijk aan, ik ben nog zo nieuw bij dat ik dat nog niet eens wist. Rob en Patrick, ook gezien de tijd, dank je wel. Volgens mij gaan we ook zeker na het webinar nog een keer daar samen over praten. Ik zie ook dat de Q&A nu ook goed gaat werken. Eerder kregen we een vraagje van iemand van de chat, doet het niet? Dat klopt, de chat doet het niet. Die hebben we uitgezet, dus we willen jullie je vraag alsjeblieft in de Q&A zetten. Misschien dat we aan het eind van het webinar nog even tijd hebben. Maar ik wil ook op dit moment nu het woord geven aan Maurice Herkraat, als rondom natuurinclusieve inrichting. Rob, onwijs bedankt voor je verhaal. Je mag nog niet weg, want we hebben je keihard nog nodig voor straks voor wat andere vragen. Maar nu is het even tijd voor Maurice. En ik wilde Maurice vragen inderdaad om erin te komen. Om met ons en je camera staat aan, je microfoon staat aan. En Maurice, ik geef jou het woord, want ook jij hebt een hele mooie presentatie voorbereid. Ja, ik zal dankjewel, hem Geri. Voor. Ja, goedemiddag allemaal. Mijn naam is Maurice Herkraat. Ik ben geboren en opgegroeid in Luxemburg, maar sinds enkele jaren actief in Nederland. En hier ben ik dan ook aan het werken voor een functie als docent bij in Holland en dat bij de opleiding Landscape and Environment Management. En hieronder valt dus ook het vraagstuk van natuurinclusieve gebiedsinrichting. Ik denk dus persoonlijk ook dat het heel mooi aansluit op het verhaal van Rob net. Het is dus dit nog een stapje verder nemen. En persoonlijk ook in mijn privéleven ben ik zeker bezig met vraagstukken rondom verlagen van de voetafdruk, maar ook om te kijken hoe we de natuur meer ruimte kunnen geven en in zijn plek kunnen geven in ons leven, want het is uiteraard belangrijk en het voelt gewoon ook goed. Dus laten we even kijken wat vandaag aan bod komt. Ik zou trouwens geen paarse kleur zijn, ik weet niet van die vandaan komt, dat was groen. Ik weet het ook niet, maar ik heb hem laten staan ook voor jouw verrassingen vandaag. Dan maken we een beetje kleurenmix, dat is ook fijn. Ja. Dus we gaan te eerst even naar wat definities kijken. Dan kijken we waarom dan natuurinclusief bouwen. En hoe je dat dus ook op een gebied, op een heel gebied of een terrein kan toepassen, die natuurinclusieve maatregelen. En als laatste zou ik het dus ook leuk vinden vooral ook een mening van jullie te vernemen. Ik heb daar wat stellingen voor voorbereid, maar het kan ook gewoon in vorm van een open Q&A. Dus laten we even kijken naar de definities. Nou, de eerste definitie is dan natuurinclusief. Hier zien we dan het aanbrengen van ruimte en groen in de openbare ruimte, tuin of erf, waardoor insecten, vogels en vleermuizen meer kan krijgen zich te vestigen. Hierdoor ontstaat potentieel meer biodiversiteit. Dus het is het aanbrengen van natuur of van mogelijkheden die de natuur ondersteunen. Maar het laatste woord, biodiversiteit, dus als je nou een keer klikt, Gerrie, dan zien we
De definitie daarvan is dus diversiteit en rijkdom van de natuur. Het gaat om de grote verscheidenheid aan dieren, planten, habitats en genen. We zien dus hier dat er direct een directe relatie tussen natuurinclusiviteit en biodiversiteit bestaat. Dus je kan zeggen dat in principe alle toepassingen die natuurinclusief zijn, bevorderen per definitie de biodiversiteit in een gebied of rondom een huis, omdat het meer habitat en ook meer voedsel voor de dieren biedt. Maar daarnaast is er dus ook een relatie met klimaatadaptatie. Dus heel vaak zijn toepassingen die natuurinclusief zijn ook klimaatadaptief. Denk bijvoorbeeld aan groene daken. Die leveren dus ook een soort van habitat voor bepaalde insecten op. En tegelijkertijd kunnen ze ook het water bufferen, waardoor ze dan klimaatadaptief zijn. En als laatst hebben we dan nog duurzaam en circulair. Dat zijn natuurlijk grote baswoorden die nu veel gebruikt worden en ook op alles betrokken worden. Maar ook hier speelt het dus in de grotere zin zeker op in dat natuurinclusief wel een soort van duurzaamheid is. Maar ook gaan we laten zien dat bepaalde materialen in een natuurinclusieve inrichting van de wijk ook heel makkelijk kunnen gecirculeerd, dus herbruikt worden op de plek. Maar nou ja, daar gaan we dus later meer over zien. Nou, met deze definities in de achterhoofd gaan we dan even kijken naar waarom we dan eigenlijk natuurinclusief willen bouwen. Dan mag je nog een keer klikken en dan zien we hier een paar punten. Het eerste is dus het biodiversiteitsverlies. Dus we willen meer biodiversiteit omdat het niet zo goed is gesteld met de biodiversiteit. Er zijn meerdere onderzoeken over gedaan die laten zien dat de insectenpopulatie omlaag gaat. Maar dat willen we niet omdat de insecten en vogels en andere dieren toch wel een belangrijke functie voor ons vervullen. Zo denk aan het bestuiven of het schoonhouden van de natuur, het opruimen van kadavers tot en met alles wat je kan voorstellen. En als die balans er is, als er alle soorten zijn ook aanwezig zijn, dan heb je een balans die het ecosysteem dus bevordert. Dus met natuurinclusief bouwen of inrichting willen we dus die biodiversiteitsverlies tegengaan en meer biodiversiteit creëren. Ten tweede dus, we hadden gezien de definitie van klimaatverandering. Ik ben trouwens echt niet zo tevreden met mijn presentatie. Ik had daar wel veel tijd in gestopt, maar dat is, gaan we daar niet over hebben. Want het is nu niet goed te lezen, maar ja, de noodzaak dus van klimaatadaptatie, we weten allemaal wat ons bevoorstaat. We willen niet met voeten in het water staan terwijl ons hoofd verdampt. Dus hittestress, wateroverlast en noem het maar op. Dus het klimaat verandert en we moeten ons nu eens daarop aanpassen. En natuurinclusief bouwen is daar dus ook een oplossing voor, zowel als het ook een steentje aan mitigatie kan bijdragen. Want meer groen filtreert natuurlijk ook CO2, dus dat kan daar ook aan bijdragen. Dan als derde hebben we welzijn van de mens. Dus moet natuurlijk ook genoemd zijn, want als we het welzijn van de mens willen verhogen, dat leidt ons toch wel vaak aan om actie te ondernemen. Dat is ook direct gerelateerd aan klimaatverandering. We weten dat met de hittegolven, met wateroverlast, overstromingen. Er zijn heel veel effecten die op de mens neerkomen. En het is ook bewezen in een aantal studies dat het effect van groen, van het zijn in de natuur of alleen groen in de omgeving hebben, heel erg positief zijn als het gaat om de lichamelijke en de geestelijke gezondheid van de mens. Dus wat meer groen we aanpassen en toepassen in en rondom de huizen, wat beter het voor de mens is op vlakken zoals hitte, geluid, beeld, geur, luchtkwaliteit. En daarnaast biedt een mooie groene omgeving ook een uitnodiging voor sociale contacten. En als laatst hebben we dan nog de impact op de wijk. Dus misschien als je een wijk gaat vergroenen, als je een ander gezicht geeft, dan kan dat wel ook waardestijging met zich meebrengen. En het kan bijvoorbeeld, dat is dan een voorbeeld, verminderen van criminaliteit, omdat het, wat ik al zei, dat het goed bepaalde effecten op de mens heeft. Dus dat is een beetje waarom we natuurinclusiviteit willen toepassen, omdat het een heleboel baten en goede effecten met zich meebrengt. Maar de vraag is dan, nou, hoe pas je dat dan toe als we dat willen? Daarvoor gaan we dan verder naar de volgende punt. En dat is hoe maak je een gebied natuurinclusief? En daar kijken we even te eerst
naar punt A. Als je nog een keer klikt, Gerrit, dan zien we dat er vier punten zijn. Dus de opschaling van natuurinclusieve bouw. Dat hebben we nu net bij Rob gezien, wat voor maatregelen in een gebouw kan toepassen. Maar hoe kan je dit dus ook opschalen? En dan ook gebieds- en wijkniveau, beheer en onderhoud en draagvlakveren. Hiervoor heb ik een paar video's voor jullie gemaakt die een goed beeld geven van waar het over gaat en hoe dat eruit kan zien. Dus ik zou zeggen, zet hem op. En sorry voor als er een beetje ruis in de achtergrond is. Dat kan door de wind. En welkom op het Pionierskwartier te Delft. Dit is een tiny house dorp met zo'n 14 huisjes. En we hebben het dus niet over een natuurinclusief gebied, maar wel over een natuurinclusief terrein. En waarom dat zo is, gaan we even zo kijken. Een dak. Die is nog niet helemaal groen, omdat die pas deze zomer is aangelegd. Maar in zekere zin, als die een keer is begroeid, dan heeft die wel baat voor de biodiversiteit, omdat de insecten er gebruik van kunnen maken. En daarnaast is die ook nog klimaatadaptief, omdat water opgevangen kan worden en zo bij eventueel regenbouw kan dat even gebufferd worden voordat het afgevoerd wordt. Eén groen dak is prima, maar wat meer daken wat beter, dus dan krijg je een netwerk waar de insecten dan van één dak op het andere kunnen verplaatsen. Nou, bij natuurinclusief bouwen horen dan natuurlijk ook vogelhuisjes, zowel als insectenhotels erbij. En hier geldt eigenlijk hetzelfde als voor de groene daken. Wat meer, wat beter. Op die manier kan je dan een heel netwerk creëren en daarmee heb je dan voor de soorten die gebruik van maken een heel habitat. Oké, dank je G. Ik denk, nou, ik had er nog een paar aanvullende punten. Nou, je mag doorklikken. Ja, ik had er nog een paar aanvullende punten, maar ook gezien de tijd denk ik dat we verder gaan naar punt B. Dat is dus inderdaad de inrichting van een heel gebied of een wijk. Nou, kijk hem aan. Hier hebben we dan een waterelement op het terrein in vorm van een vijver. Andere manieren zijn een sloot of een wadi of een grote pond. En water is hartstikke belangrijk. Natuurlijk, enerzijds is het overlevensvoorwaarde voor mens, dier, insecten. En tegelijkertijd biedt het dus ook een habitat voor de aquatische biodiversiteit. Dus dat de dieren daar gebruik kunnen maken en ook hier weer van één waterelement naar het andere kunnen migreren. Op de andere kant is het wel ook klimaatadaptief, want met meer waterelementen kan je het water beter bufferen als je sterke regenbouwen hebt. En daarmee kan je dan een heel gebied klimaatadaptief inrichten. Nou, hier hebben we dan nog een element wat ontzettend belangrijk is voor zowel natuurinclusiviteit als ook klimaatadaptief. En dat zijn deze houtsnippers. De houtsnippers zijn belangrijk om als het hele terrein daarmee bedekt is, dan heb je dus geen verharding. En we weten dat dat zeer belangrijk is voor de infiltratie van het water enerzijds. Dus als het regent kan het water direct in de grond infiltreren. En ten tweede verbetert het dus ook de kwaliteit van de grond. Want als ik hier al een beetje wat houtsnippers weghaal, dan zien we ook dat het begint te composteren. En daaronder wordt het een fijne humusachtige structuur. Wat dus op lange termijn de kwaliteit van de grond gaat verbeteren. Nou, wat dus ook bij de natuurinclusieve inrichting van een terrein of een heel gebied hoort, is er zo divers mogelijke vegetatie. Dit bevordert biodiversiteit, omdat het voor zoveel mogelijk vogels, kleine zoogdieren en insecten een bron van voedsel en ook een schuilplek biedt. Oké, dank je Geri. Dat was dus een beetje hoe je die maatregelen op een heel gebied kan toepassen. Je moet het dus voorstellen als een netwerk of een knooppuntennetwerk met bepaalde elementen die dan ook in verbinding staan daarmee de soorten, de dieren en de insecten en de vleermuizen bijvoorbeeld ook kunnen migreren en zich zo in dat gebied kunnen vestigen.
En dan de volgende punt, dat is ook eentje die al was bij de Q&A via een vraag gesteld. Dat was dus beheer en onderhoud, want het aanleggen ervan is één punt, maar je moet er vervolgens dat gebied ook kunnen beheren en onderhouden. Dus daar hebben we nog één videootje voor. Dan mag je nog twee keer klikken of één keer klikken en hem aanzetten, Geri. Gaat hij lopen? Nee. Even kijken. Jawel, hij loopt. Nee. Oh, nog één keertje ga ik hem aanklikken. Nou gaat hij lopen, ja. Daar komt hij. Ze zijn te mooi om niet te laten zien. Het is niet alleen de aanleg van de vegetatie die belangrijk is, maar ook de onderhoud ervan. Want natuurlijk in het voorjaar en zomer zijn de bloemen er en er bloeit alles wat goed voor de insecten is. Maar ook in het najaar en in de winter zijn juist deze, bijvoorbeeld deze turnisbloem, is dan een belangrijke bron voor voedsel voor vogels. Hoezo is dat? Nou, hier zitten dus de zaden in. Die is dus nu in de zadenvorming. En van deze zaden kunnen de vogels dus gebruik maken bijna de hele winter door. Natuurlijk als je dit ook laat staan. Heb je dan nog een natuurinclusieve toepassing die je hand in hand met het onderhoud makkelijk kan aanleggen, en dat zijn deze takkenrillen. Want het biedt tegelijkertijd een schuilplek voor insecten, maar ook een voedselbron. En wat dus makkelijk is, als je je terrein, als je snoeit of maait op je terrein, dan kan je alles op die takkenrillen neerleggen en zo mee creëren dus ook een soort van habitat voor de dieren. Oké, dank je, Geri. Ja, dan mogen we direct door naar de volgende. Want dat waren nu die drie punten. En dan als vierde komt nog daarbij dus draagvlak creëren. Want zo'n heel project op te zetten, dat is niet vanzelfsprekend. Je moet er dus wel de ondersteuning of de plan zowel van de gemeente hebben als van de aannemer. Maar ook de burgers spelen daar een heel belangrijke rol. Want van een van die partijen niet meedoet, dan wordt het veel moeilijker ten eerste om te zetten, maar ook te onderhouden. En er zijn heel veel verschillende manieren hoe je dat kan opzetten. En wat interessant is dat er ook al platformen en netwerken bestaan zoals CAN. Dat is een platform voor klimaatadaptief bouwen met de natuur. En een ander voorbeeld is de gemeente Den Haag. Die hebben een heel catalog gebruikt met een puntensysteem, waar dus aannemers dan een minimumscore moeten bereiken en met welke maatregelen rondom natuurinclusieve bouw en klimaatadaptieve bouw ze dat doen. Dat is hun dan overgelaten. Ja, dat waren dus een beetje die vier punten die rondom natuurinclusief gebiedsinrichting spelen. We hebben het dus hier met behulp van de video's hebben we een soort van laagdrempelige manier gezien om dit om te zetten ten opzichte van de megaprojecten die Rob ook had laten zien. Ik denk een mix en match van alle samen, dat is waar we naartoe moeten streven. En dus als laatst kunnen we misschien nog die drie stellingen zien, maar ik wil vooral weten of er dan nog vragen zijn. Ik denk dat we de stellingen, die gaan we gewoon nog even met het publiek delen. Ik zal ze nu niet laten zien, omdat we eigenlijk de tijd om is. Ja. Maar ik heb wel vragen nog en ik wil in ieder geval eventjes de vraag van Natasja rondom de criminaliteit. Hè? Dus natuurinclusiviteit, verlaagt dat dan ook de criminaliteit? Ja, het is moeilijk te zeggen dat er een directe link ertussen is. Er bestaan studies rondom de invloed van groen of vegetatie op het gedrag van mensen. En dat suggereert dat een agressief of potentieel crimineel gedrag daardoor wordt verminderd. Er zijn ook studies die dat op een andere manier hebben onderzocht. Maar vooral is de uitkomst ervan dat het alleen het uitkijken naar een groene vegetatieve uitzicht, zowel als het zijn van als je in de bos bent, dat een direct effect hebt op jouw gesteldheid. Nog heel kort, Maurice, misschien? Ja zeker. Onze bloem. Ja, nee, ik wil eigenlijk heel lang hierover praten met jou en volgens mij ook het publiek ook. De bloemperken, is dat jouw verhaal eigenlijk, gaan we dan 60 jaar terug in de tijd, dat we dat weer terug gaan krijgen, dat
dat de bloemperken weer terug zijn in de gemeente, zichtbaar voor iedereen en bruikbaar voor iedereen? Is dat eigenlijk jouw pleidooi? Ja, dat, onder andere zou je dat zo kunnen zien. De vraag is natuurlijk in hoeverre het op een gemeentelijk publiek terrein plaatsvindt of op een terrein dat door een VVE wordt beheerd. Er zijn, wat ik zei, het is niet one fits all measure, maar je moet daar altijd in gesprek gaan en de beste oplossing vinden voor je terrein. Maar zeker wel... Ik zie daar ook wel positieve voortgang dat er meer bloemen en kruiden overal blijven staan, langer blijven staan, later wordt gemijd en zo. Dus we zijn ook daar op goede weg. Mooi. Nou, in ieder geval dank je wel, Maurice. Ik hoor je ook een draagvlak hebben, wat Sandra en Mauro het ook al zeiden. Samenwerken met heel veel verschillende partijen, transdisciplinair, crossovers, hoe je het noemen wil. Maar het is denk ik wel heel erg belangrijk om dit voor elkaar te krijgen, hè? Ja. We hebben nog wat vragen in de chat. Die gaan we jou met jou later beantwoorden. Want we rennen door de tijd heen. En ik wilde vragen of Anneke Blokker, of we Anneke inderdaad nu in beeld kunnen krijgen. Maurice, dank je wel. Anneke, welkom vandaag in ons webinar. Anneke, nou, stel jezelf even voor als stadsecoloog van de gemeente Amsterdam. En... nou, neem ons mee in het verhaal van de gemeente Amsterdam. Anneke, aan jou, the floor is yours. Dankjewel. Anneke Blokker, een van de 8 stadsecologen die werkzaam zijn bij de gemeente Amsterdam. Dus veel aandacht voor groen en biodiversiteit binnen onze stad. Binnen het beleid ook vooral. En ik neem jullie mee langs de stand van zaken in Amsterdam als het gaat om het thema natuurinclusief bouwen en nature-based solutions. Dat is een thema wat ik onder andere trek voor de gemeente. Nou, hier zien jullie de structuurvisiekaart van Amsterdam, waar onder andere de focuspunten voor bouwen op staan, zoals je bij de Zuidas bijvoorbeeld ziet, of langs de noordelijke IJ-oevers. We gaan de hoogte in, maar het is nogal een uitdaging natuurlijk, de bouwopgave die er ligt versus het kwalitatieve groen wat we ook willen behouden en vooral stimuleren in de stad. In Amsterdam komen 39 parken voor en het is ook vrij uniek dat je hier heel mooi op ziet dat je een soort vingerachtige structuur hebt, lobben, die zo de stad insteken. En nou, via deze routes komen natuurlijk ook heel veel diersoorten de stad in, hè? Zoals bijvoorbeeld de ringslang of de vos weten zo hun weg te vinden via de groene aderen van de stad naar helemaal het centrum toe. Dus dat is al vrij bijzonder. Volgende. Even over de context binnen percentages van openbare ruimte in Amsterdam. Dat is 130 vierkante kilometer. En 34% daarvan is dus groen, wat 45 vierkante kilometer behelst. Nou, die twee samen kunnen natuurlijk een mooie ecosysteemdienst leveren. Waar het niet dat heel veel groen nu natuurlijk ook nog een beetje bermgroen is, zoals we dat even simpel noemen. Dus daar ligt nog een hele slagkracht en kans om dat beter te benutten. Volgende. Thema's waar wij aandacht aan besteden, wat iedereen ook weet in dit gezelschap, is dat steden natuurlijk onderhevig zijn aan de hittestress. Het kan in het centrum van Amsterdam zo 5 graden warmer zijn versus een vondelpark of vooral ook omliggend groengebied. Dat scheelt enorm qua temperatuur. Volgende. Het wordt natuurlijk steeds heter, maar de piekbuien van deze tijd zijn ook veel intensiever. Dus we hebben gewoon veel meer neerslagintensiteit. En nou, straten staan er af en toe dus zo bij. En het plaatje rechtsonder, ik hoop voor iedereen zichtbaar, is even belangrijk om in gedachten te houden. De Sloterdijk. In 2014 was dat tijdens een wolkbreuk stond het hele station onder water. Daar kom ik zo nog even op terug. Maar dus hittestress en water, volgende. Maar ook de biodiversiteit zijn natuurlijk belangrijke aandachtspunten in de integrale opgave waar we voor staan voor de stad. Nou, je ziet in het landbouwgebied gaat het hard achteruit, de biodiversiteit, door onder andere wat je op dat plaatje ziet, hè, monoculturen, gebruik van landbouwgif. Maar in de steden gaat dat iets minder hard. En,
Voor Amsterdam bijvoorbeeld is het zo, een leuk weetje, komen 10.000 soorten voor. Dat is het totaalpakket, dus van planten, vogels, paddenstoelen, reptielen, amfibieën. Dus 10.000 van de 40.000 in heel Nederland. Dus 1/4 van de soorten komt voor in stedelijk gebied. En dat neemt nog steeds toe ook in Amsterdam. Dus dat is op zich een gunstig teken. Daar kan ik een hele lezing over houden hoe dit allemaal komt. Maar we gaan even verder. Volgende met het thema natuur inclusief. Er is een groenvisie opgesteld door de gemeente Amsterdam. Die is afgelopen jaar vastgesteld door de gemeenteraad. Waar biodiversiteit, natuur... volgende. Dit zijn de thema's die hierin belangrijk zijn. Steeds meer aandacht krijgen. En natuurlijk ook, ik hoorde het net al even tijdens de presentatie, het is gewoon echt een integrale opgave. Dus gezondheid, sociaal welzijn en klimaatadaptief, dat gaat allemaal samen met dat totaalpakket van de ecosysteemdiensten die biodiversiteit en groen leveren voor de stad. Dus er wordt geld uitgetrokken voor de aankomende periode, coalitieperiode, om hierin te investeren. Volgende. Een van de principes uit deze groenvisie is om de stad natuurinclusief aan te leggen en te beheren. Dus dan gaan we door naar het thema waar we het vandaag ook over hebben. Volgende. We hebben als Amsterdam een handboek opgesteld met daarin 20 ideeën over hoe je een stad natuurinclusief kunt ontwerpen. Dit is voor stedenbouwers, architecten, ontwikkelaars, maar ook voor onze eigen collega's in het leven geroepen. Want er is heel veel informatie over. Over wat kun je nou precies doen en hoe. Dit is in een handboek samengevat in 20 punten. Volgende. Dus zowel openbare ruimte als gebouw gerelateerd. Ja, dus het geeft gewoon een quick view idee van, nou, wat kan ik nou doen als ik een stuk stad ga ontwerpen? Het gaat over dus beide aspecten. Ook oevers, parken. Wat kan ik allemaal doen om die thema's te bevorderen in het integrale idee? Volgende. Nou, ik zag het net al voorbij komen in een paar plaatjes, maar hier dan nogmaals. Je kunt in de gebouwen zelf kun je natuurlijk allerlei nestvoorzieningen voor vogels wegwerken. Of laten zien aan de buitenkant. Dat vind ik ook heel erg leuk. Rechts onderin zie je dat plaatje van een gierzwaluw. Dit is op Eiburg. Daar zijn 600 neststenen ingemetseld in de gevels. Die zijn ook allemaal bezet. Door zowel gierzwaluw, huismus als spreeuw. Dus daar ook woningtekort onder de vogels ondertussen. Maar het geeft ook aan, het werkt gewoon heel goed. Dus ook die heel mooi weggewerkte nestvoorzieningen, die werken hartstikke goed. Nou, die brievenbus die je in het midden ziet, dat is een voorziening voor vleermuizen bijvoorbeeld. Die zijn heel nuttig, ook voor onszelf. Naast het feit dat ze gewoon zelf bestaansrecht hebben, hè, om te zijn. Dus het is belangrijk, want wij willen als mensen graag altijd weten, what's in it for us? Maar de biodiversiteit, waar wij zelf echt gewoon onderdeel van zijn, hebben gewoon een bestaansrecht aan zich. Zo zou ik willen bepleiten. Volgende. Ook als het gaat over het thema groene daken zijn er verschillende typologieën. Hè? Want een extensief dak, dat is een heel dun substraatlaag die je rechtsbovenin ziet. Sedumbeplanting. Is natuurlijk heel wat anders dan de dikkere substraatlagen waar je op kunt variëren met vegetatie. Waarin je veel meer water kunt opvangen. Dus ook meer kan bijdragen aan verkoeling in de stad. En ook qua belevingswaarde natuurlijk voor mens en dier. Bijen kunnen daar bijvoorbeeld... holletjes in graven, allerlei bodemleven kan daar in tot stand komen. Volgende. En ook daarin kun je allerlei opgaven die we voor de stad hebben goed combineren. Want we hebben ook energieopgaven voor de stad. Er moeten steeds meer zonnepanelen op gebouwen komen. Waarbij je natuurlijk ook wel ziet dat steeds meer in gevels wordt verwerkt of openbare ruimte. Maar hiermee wil ik aangeven met dit artikel ook dat dit ook heel goed samen kan gaan. Ik heb zelf in mijn huis in Edam ook een groen dak in combinatie met zonnepanelen. En dan zie je dat onder de panelen de kruidvegetatie het beste doet ook. Het zoemt er van de bijen. En die panelen worden ook minder heet op dan op een bitumen dak. Dat wordt zo ongeveer 70 graden, al dus onderzoek van Wageningen. En zo'n groen dak maximaal 20. Dus je verliest ook veel minder rendement met je zonnepanelen. Volgende. Uiteraard wordt hier steeds meer
mee geproefd draait, ook in combinatie met waterdaken. Resilio is een project waarbij je met de Universiteit van Amsterdam en misschien ook in Holland zelfs pilots worden gedraaid op 10.000 vierkante meter groen dak in Amsterdam met wateropgave, met slimme systemen van weersystemen digitaal. Het gaat regenen, dus je kunt het grijs water gebruiken voor andere doeleinden of je gaat opvangen. Dat onderste plaatje, dat is eigenlijk een mooi natuurdak van de Zuidas. Wat ook wordt gebruikt door de medewerkers al daar. Dus alle saaie hypotheekadviezen, et cetera, door kunnen zij even ontspannen op het groene dak al daar. Wat bijdraagt aan de punten die daar staan. Maar die zijn denk ik ook allemaal al benoemd in voorgaande presentaties. Volgende. We hebben ook, ik hoorde Maura net zeggen, puntsysteem Den Haag hebben wij ook in het leven geroepen. Puntsysteem wat gekoppeld is aan die 20 aspecten in dat handboek. Overigens, dat handboek is ook gewoon online vindbaar. Als je handboek natuurinclusief bouwen Amsterdam googelt, dan vind je hem gewoon digitaal, ook in het Engels. Super, Arke, want dat was al een van de vragen die ik al in de Q&A... Oh, we kregen hem in de Q&A. Van, is het handboek beschikbaar? Nou, hartstikke mooi dat je daarop inhaakt. En het meteen ook inderdaad de vraag naar Rob Rogma net, dat ze zeiden van, bespreek je dit soort dingen ook met projectontwikkelaars? Dus ik hoop dat die projectontwikkelaars ook jullie handboek ook kunnen vinden. Dus dat veelvuldig gebruikt. Het puntsysteem wordt ook heel enthousiast op gereageerd door ontwikkelaars. Dat hebben we ook geproefdraaid met architecten. Daar krijgen we ook weer input van, vanuit de markt. Hoe werkt dat? Maar daar zal ik zo even meer over vertellen. We onderbreken je. Ga lekker door met je presentatie. Dus het puntsysteem is gebaseerd op de punten die zijn omcirkeld op deze sheet. Hè? Dit zijn de belangrijkste aspecten erin. Dus ook belevingswaarde. Maar je krijgt meer punten als, als de prijs ook hoger is die je voor moet betalen. Dus een gebouw met een natuurdak. En je gewoon meer investeren in je fundering natuurlijk voor zo'n dak bijvoorbeeld. En uiteraard de dingen bijdraagt aan CO2-opslag, maar ook biodiversiteit. Het volgende plaatje ligt dat nog iets meer toe. Bijvoorbeeld voor... Wil je hier deze of de volgende? Sorry. De volgende. Dus voor het dak bijvoorbeeld, als je kijkt naar je belegt meer percentage van je dakoppervlak met een dikkere daklagen, krijg je gewoon simpelweg meer punten voor. Het gaat hierbij om dat je een ondergrens van 30 punten behaalt en dit wordt meegegeven in de tendersystematiek van Amsterdam. We hebben natuurlijk veel eigen grond. Grond in ontwikkeling geeft tenders uit. Daarin worden randvoorwaarden aan architecten en ontwikkelaars meegegeven over wat je moet doen in je ontwikkeling. Natuurinclusief bouwen is hierbij een randvoorwaarde. Dus je kan van alles leuks doen aan je architectuur, prijsbestedingen, duurzaamheid. Maar als je dit niet haalt, de ondergrens van 30 punten binnen dit systeem, dan doe je gewoon lekker niet mee. Dus dat is nu stand van zaken in Amsterdam. En er wordt heel positief ook op gereageerd door de markt, nogmaals. Dan noem ik even wat bedrijven, bijvoorbeeld de BAM, Ballas Nedam, Heijmans. Die bepleiten ook echt dat dit ook gewoon nodig is om een gezonde steden, leefomgeving te ontwikkelen waar zij ook graag aan willen bijdragen. Want nogmaals, kosten zijn vaak niet het punt als het gaat om miljoenen investeringen op gebouwen en neststenen natuurlijk al helemaal niet, maar ook groene daken niet. En wat het volgens weer oplevert voor gezondheid, wateropvang, et cetera, kan vereffend worden. Volgende. Dit is een voorbeeld van een tender die is ingediend voor de Amstelkwartier. Hoe dat er dan uitziet, even als kleine beeld. Hè. Er wordt heel leuk uitgedaagd voor de markt, vooral... van wat kun je daar dan mee doen? Ik zei net al, 30 punten is de ondergrens. Hier is 69 punten behaald. Er is geen bovengrens. We willen vooral ook prikkelen. Je mag shoppen binnen het systeem. Je wordt uitgedaagd als marktpartij. Maar je bent ook vrij in wat je verder allemaal doet. Dus dat is ook leuk om te zien wat eruit komt. Volgende. Bij Sloterdijk is dit ook gedaan. DS Landschap Architect is bijvoorbeeld een architectenbureau met wie ik veel samenwerk. Die heel veel doen op basis van... natuur inclusief en die zeggen ook, wij maken een programma van eisen voor de dieren.
dieren, heel veel dieren in de stad die zien gebouwen als een rotslandschap, hè, zoals vleermuizen, huismussen, gierzwaluwen. Volgende. En misschien niet helemaal goed zichtbaar, maar hier omcirkelt links vleermuis, rechts koolmees. Als je weet dat een vleermuis gemiddeld 3000 insecten eet per nacht, waaronder de grote steekmug en ook de nachtvlinder van de eikenprocessierups. Dat doet die kool en pimpelmees, die eten daar weer rupsen en ook de vlinders van... dus dan weet je ook dat een ecosysteem wat in goede balans is, dat noemde Maurice net ook al, daarin hebben wij ook een prettige leefomgeving. Maar je creëert natuurlijk ook gewoon iets moois voor die biodiversiteit waaraan wij een bijdrage moeten leveren. Volgende. Dan nog even beheer. Amsterdam zet ook in op 75% ecologisch beheer in 2030. Dat is nu al 100% in onze ecologische structuur, maar dit is het streven. Insecten gaan heel slecht in Nederland. Sommige soorten, loopkevers, nachtvlinders bijvoorbeeld, zijn al met 70% afgenomen. En dat is heel zorgwekkend, want het is gewoon de fundering van ons hele systeem. Ook voor ons, als wij weten dat bijen en vlinders verantwoordelijk zijn voor 60% van de kruisbestuiving van ons voedsel, hebben wij daar toch echt wel zorg aan te dragen. Hè? Naast dat het natuurlijk voedsel voor vogels is, et cetera. Dus dat is het streven. Volgende. Dan nog een paar... Twee minuutjes. Ja, een paar kleine voorbeelden van de openbare ruimte. Ja, heel goed. Ga er snel doorheen. De cloudburst van 2014, Sloterdijk, overstroming, miljoenen schade. Dat komt ook omdat het er zo uitzag zoals linksboven. Beton, water stroomde al het station in. Nou, dat is heringericht. Volgende. Met allerlei infiltratiekratten aangelegd. Volgende. Tot het prachtige weelderige park wat het nu is. De grootste daktuin van Nederland. Volgende. Een plek waar je gewoon wilt zijn en blijven. Ook het zoemt er van de bijen, insecten. Dat is gewoon prachtig hoe dat als ecosysteemdienst is ingericht. Volgende. Zuid als watervertragende groenstroken. Dat hebben we een beetje afgekeken van Portland. Dat is ook prachtige ecosysteemdiensten die heel goed werken. Volgende. En een mooi voorbeeldje van natuur inclusief zijn allemaal neststenen verticaal groen bij Cirkel Zuidas, openbare ruimte. Dus kun je zo inlopen. Niet alleen de bankmedewerkers maken daar gebruik van. Kan jij ook kijken. Heel mooi ingerichte openbare ruimte. Volgende. Maar dan even een puntje van nog wat meer aandacht. Bellamyplein. Daar is groen verdubbeld in de openbare ruimte. Want dat stond constant onder water bij piekbuien. Groen is verdubbeld, maar er is samen met de omwonenden en ook de bedrijvigheid daaromheen, zoals de hallen en allerlei eettentjes, gekeken naar hoe willen wij dat eruit laten zien met de wadi's, volgende. Dus hij is integraal ontworpen, zo ziet het er nu uit, naar een heel groen beeld waarbij alles ook samenkomt. Dus die beleefbaarheid, gezondheid, water, verkoeling en biodiversiteit. Maar het is ook leuk dat dat samen met de buurt zo is ontworpen. En dat dat in alle diensten ook iets heeft opgeleverd. Volgende. Nou, denk dan net binnen de tijd. Misschien de utopie om naartoe te bewegen. Een stad die groen, biodivers, gezond is ingericht, is natuurlijk voor ons allemaal een wensbeeld. En laat het geen sluitpost meer zijn. Dus wij zijn ook als Amsterdam hard bezig om dit puntensysteem verder te brengen naar de omgevingswet. Om het veel verder nog uit te rollen, ook voor de openbare ruimte. Want het gaat natuurlijk niet alleen om gebouwen die je hier ook ziet, maar ook over de openbare ruimte. Wat ik heel benieuwd... sorry dat ik je onderbreek. Maar een van de vragen die we in de Q&A binnenkrijgen, van eigenlijk een docent gewasbescherming, die zegt van wat is eigenlijk nieuw? Oftewel, ik denk dat hij daarmee bedoelt van dit deden we 30 jaar geleden ook en komt het nu terug? Hebben we weer ontdekt wat we eigenlijk eerst een heleboel jaren geleden al wisten? Of is dit echt... We doen dit natuurlijk in Amsterdam, heb je ook het, volgens mij, dat, hoe heet dat ook weer, het GWL-terrein. Of in ieder geval het water bij het Westerpark is natuurlijk helemaal natuurinclusief ingericht, al begin jaren 90. Dus toen al waren we ermee bezig, maar toen was het nog niet zo,
heel erg onder de aandacht of honderd was er. Hè, in Wenen deed dat ook al. Toen was misschien meer een beetje geitenwolle sokken thema. En nu zien we steeds breder ook de markt, de ontwikkelaars, de architecten, hoe belangrijk het is om een gezonde stad te ontwikkelen, te ontwerpen en daarop in te zetten. En ik denk ook steeds meer mensen wonen in steden. Ja. Steeds meer kinderen groeien op in steden. Dus de affiniteit met natuur begint ook daar. Maar het bewustzijn is denk ik gegroeid. Het belang ervan en ook dat het meer oplevert dan alleen voor een vleermuis die er bijvoorbeeld rondfladdert. Hè? Het is een hele integrale insteek. Maar nog steeds heel veel moet daarin worden gewonnen. Ja, er zijn er inderdaad... Een hoger niveau tillen. Ja. Ja, het is zeker niet het einde. Het is echt naar het begin of we zijn misschien op weg. We zijn goed op weg, dat zeker. We zijn goed op weg, ja. Inderdaad, wat je, en denk ook de bewustwording. Ik merk het zelf ook dat niet voor niets dat er veel aandacht aan is. En dat er heel veel mensen mee bezig zijn. Het is ook heel mooi dat we veel voorbeelden hebben van de stad Amsterdam. Ja, en niet alleen Amsterdam... van de stad wij zelf, hè, maar ook zoals dit seminar getuigt ervan, de aanwezigen. Dus het zijn niet alleen maar ecologen, maar ook verschillende lagen van overheden, studenten, maar dus ook de ontwikkelende partijen. Dus dat is anders dan toen ik 10 jaar geleden bijvoorbeeld met dit thema een beetje begon, ook voor bouwen, voor biodiversiteit, et cetera. Toen was het nog heel select groepje. Nu is het veel breder. Nou, dankjewel. We hebben nog een paar vragen, die gaan we jou later nog een keer stellen. Het gaat ook over amfibieën, houden er rekening mee, dieren. Maar sorry, dat is even nu. Voor nu moet ik toch echt het woord geven aan Patrick, want dat is onze laatste spreker. En die wil ik toch ook zijn... Ja, we moeten ook iedereen inderdaad de tijd geven. Dus ik wil Patrick vragen om zijn camera aan te zetten, zijn microfoon aan te zetten. En Anneke, onwijs bedankt ook voor jouw bijdrage. Ook super fijn dat je er ook vandaag weer bij bent. Patrick, welkom. Patrick, ook jij wilt jezelf zeker voorstellen. Ik geef jou ook de vloer. En ook de presentatie starten we. En voor jou de 20 minuten. Dankjewel. Ik ben heel benieuwd hoe de presentatie eruit ziet. Want als die in Holland Layout omgezet is, zullen waarschijnlijk een paar dingetjes niet goed lopen. Ik stel ook voor dat jullie gewoon de slides helemaal groot meteen plaatsen. Want mijn gezicht erbij is niet zo belangrijk. Dat hebben we eerder gezegd. Ook jullie als presentatoren zijn heel belangrijk, hè Patrick. Maar goed. Ja, maar je ziet me volgens mij nog ergens in een hoekje. Goed, over mezelf. Ik ben zelf ook ecoloog van huis uit. Alleen ik had al heel vroeg in mijn carrière de frustratie dat je als ecoloog natuurlijk van alles kan roepen over hoe slecht het gaat met het ecosysteem en met de natuur. Maar dat er verder niet zoveel mensen naar luisteren. Dus het was voor mij de aanleiding om ook politicologie te gaan studeren op de UvA. En daarna ben ik gepromoveerd op transitiekunde. En dat is ook wat ik bij In Holland doe. Als lector sociale innovatie voor een duurzame samenleving. En dat doe ik 4 dagen in de week. En 1 dag in de week werk ik als hoogleraar bij Maastricht Universiteit op het thema governance van duurzaamheidstransities. En dat doe ik dus 1 keer in de week. Maar eigenlijk is het verschil niet zoveel. Ik hou me vooral bezig met de voedseltransitie en de transitie van een linea naar circulaire economie. Mijn presentatie vandaag is een beetje bedoeld om jullie ook te kietelen. Het is net een iets andere aanvliegroute dan de presentaties die we tot nu toe gehoord hebben. Ik wil vooral even kijken naar de beleidsrelevantie van nature-based solutions. De vraag is van, hoe ziet de ontwikkeling eruit? Dan de uitdaging is van, kunnen we eigenlijk vanuit nature-based solutions ook naar een samenleving die veel meer gebaseerd is op ecologische principes. Ik noem dat een natuurlijk sociaal compact. En dan op het einde laat ik ook een voorbeeld zien van hoe zo'n natuurlijk sociaal contract eruit kan zien op lokaal niveau. Je hebt voorbeelden op lokaal, regionaal, nationaal, internationaal niveau. Maar dit is een voorbeeld op lokaal niveau. En dat is het Zeebuurjongensbos op Zeebuurjongens. Kijk, dat is hetzelfde probleem wat jij had, Maurice, volgens mij. Ik had hier een hele mooie layout en dit ziet er natuurlijk helemaal niet meer uit. Dit, hè? Op Europees niveau zie je dus dat de Europese Commissie
de Terra Nature-based solutions geadopteerd heeft in het beleid. Ze zien dat echt als een als alle activiteiten die gericht zijn om ecologische, sociale en economische uitdagingen aan te pakken op een duurzame manier. En dat zie je ook terugkomen in hun onderzoeks- en innovatieprogramma's, in EU in Horizon 2020 bijvoorbeeld, maar ook het EU Life-programma. En eigenlijk is het een nieuw verhaal over biodiversiteit en ecosystemen in lijn met de doelstellingen van de Europese Commissie voor innovatie, voor groei en voor werkgelegenheid. En het biedt daarmee wel een hele belangrijke opening voor transformationele paden, zoals het Patrick, ik ga je even onderbreken, want hoe meer jij beweegt, hoe slechter het geluid wordt. Dus ik ga vragen aan jou of je iets stiller kunt zitten zelf. Ja, dat klinkt ook heel onaardig. Maar als jij beweegt, dan hebben we ook af en toe gewoon heel slecht geluid. Dus probeer een keer stil te zitten. Sorry. Ja, ik kan ook mijn beeldscherm even uitzetten. Misschien helpt dat. Dat kan ook, maar in ieder geval, laat ik zo... mooie kopjes van Maurice en Sandra, dus dat is ook een voldoende gelijkheid. Goed, ik ga het even proberen, kijk hoe het gaat. Hopelijk loopt het zo dan beter. Goed, de Nature-based Solutions is daarmee wel een heel belangrijke ontwikkeling geworden in de transitie naar een duurzame samenleving. De vraag is, van als we deze lijn doortrekken, hoe ziet dat een samenleving die is gebaseerd op ecologische ontwerpprincipes? En dat, ik wil jullie graag even meenemen op dat gedachte-experiment. Maar ook daarbij wel de nood dat dit helemaal niet zo'n utopisch verhaal is. We hebben 20 jaar geleden al een paradigma-shift gezien in Nederland. Voor watermanagement. En dat refereert expliciet naar het ruimte voor het rivierenbeleid. En dat die paradigma-verandering kwam expliciet toen op het moment dat ingenieurs op een andere manier naar het beheer van de rivieren gingen kijken. Vanuit ecologisch perspectief. En met het inzicht dat eigenlijk het hele systeem robuuster en veerkrachtiger zou worden als je die rivier de ruimte zou geven. Ik was zelf als beleidsmaker betrokken bij dat beleid toen ik in 2000 tot 2005 bij Kera Waterstaat werkte. En sindsdien is eigenlijk het hele beleid van de rivieren erop gericht van eerst opvangen, dat de bergingscapaciteit vergroten en dan pas afvoer. Terwijl daarvoor alleen maar eerst afvoer was. Dat betekent ook dat je eigenlijk naar de rivier als een ecologisch systeem gaat kijken. In dit geval als een stroomgebied. Waarbij je ook bovenstroms maatregelen moet gaan nemen om het water langer vast te houden. Ik durf te weten dat het ruimte voor de rivierbeleid, maar ook de samenwerking met Duitsland en Zwitserland op het vlak van de Rijn en in de Maas, heeft zoveel progressie gemaakt in hoe je met hoog water kan omgaan, dat het... Er heeft voor gezorgd dat het hoogwater, wat we in Limburg, en België en Duitsland hebben gezien, niet uitgevonden is in een enorme maatschappelijke ramp. Dus het is nog beperkt gebleven tot een noodsituatie met genoeg schade, maar dat veel erger kunnen zijn als we dus niet de ruimte voor de rivieren blijven hadden. Nou, dat even op dat we eigenlijk al best zo lang bezig zijn met nature-based solutions in onze samenleving. En je ziet ook de vergelijkbare ontwikkelingen nu bijvoorbeeld in de landbouw. Hè, dus dat je steeds meer richting natuurinclusieve landbouw gaat. We zijn met regionale voedselstrategieën bezig. En we zijn natuurlijk van lineair naar circulair bewegen, ook in economisch opzicht. Dus op dat vlak gebeurt er van alles, waarbij we eigenlijk ons vooral baseren op ecologische ontwerpen. De volgende slide. Ja. Nou, even over een natuurlijk sociaal contract. Hè. Dat is een concept die inzicht geeft in hoe wij onze samenleving organiseren en inrichten. En elke samenleving bestaat uit verschillende dimensies. Hè. De sociale dimensie, de economische dimensie, de ecologische dimensie, maar ook die institutionele dimensie. En die hangen ook wel met elkaar samen in de praktijk. Binnen elke van deze dimensies zijn ook draaiknoppen te vinden die sturing kunnen geven aan de organisatie en inrichting van de samenleving. Dat kun je natuurlijk ook toepassen op een organisatie of op een bedrijf. En dat geldt voor lokaal tot internationaal niveau. Bijvoorbeeld op Europees niveau zie je de Green Deal. We hebben ook natuurlijk het Klimaatakkoord. We hebben de Sustainable Development Goals. Dat zijn allemaal ontwikkelingen die richting een natuurlijk sociaal contract bewegen. En ik zal zo uitleggen wat ik daarmee bedoel. En dat zie je ook op regionaal niveau in Nederland en met de regionale voedselstrategieën. De beleidsagenda's voor circulaire economie, et cetera.
En je hebt in Nederland, en dat is heel hoopgevend vind ik zelf, heel veel voorbeelden van innovaties, van bottom-up als het ware, waarbij met natuurinclusieve landbouw wordt gewerkt, agro-ecologische landbouw, de stadslandbouw in Nederland is een enorme ontwikkeling, maakt het door. En ook de vergroening en de duurzame stedelijke ontwikkeling zijn daar voorbeelden van. Volgende plaatje. Nou, toch even de diepte in. Wat bedoel ik daarmee? De sociale dimensie, klik. De sociale, als je naar een natuurlijk sociaal contract gaat, en dit is gebaseerd op een wetenschappelijk pleidooi, waarbij je dus op basis van wat we eigenlijk al weten, kijkt van welke transitie zitten we nou in. En dat gaat niet alleen over die duurzaamheidstransitie, maar dat is ook gekoppeld aan de sociale transitie waar we in zitten. En we zien dat er momenteel echt een transitie gaande is van ego naar ecobewustzijn, van de mens als heerser van de natuur naar de mens als onderdeel van de natuur. Ik noem dat zelf in mijn boek de transitie van homo economicus naar homo ecologicus, op basis van sociaal en ecologisch rentmeesterschap. Rentmeesterschap, ik hoorde daar net ook wel een opmerking over. Het gaat wel over, in het Engels vertaald is dat stewardship. Hè? Dat betekent dat je zorg draagt voor je eigen sociale en ecologische leefomgeving. En dat is niet per se vanuit een economisch perspectief gedacht, dat je een rentmeester bent van iets wat jij zelf in bezit hebt. Even een definitiekwestie. Nou, op de sociale vlak gaat het over de inbedding en versterking van lokale gemeenschappen, maar ook vooral over processen van systeemdenken, over sociaal leren, co-creatie en collectieve actie. Klik. Nou, op het economisch vlak gaat het vooral over een economie die gericht is op menselijk en ecologisch welzijn. Het brede welvaartsgedachte. Het gaat over gelijk en eerlijke verdeling van kosten, baten en risico's. Productie binnen ecologische grenzen natuurlijk. We kennen allemaal het donutmodel van Reward. Alhoewel ik daar een beetje mijn twijfels over heb, omdat het eigenlijk geen invloed heeft hoe je nou voorkomt dat je over de ecologische grens of onder die sociale grens gaat komen. Het zegt heel weinig over het proces, hoe die transitie plaats moet vinden. Het gaat over de commons, het gezamenlijk beheer van onze publieke diensten, ecosysteem services bijvoorbeeld. Het gaat over true cost pricing. Belastingstelsel is belangrijk. Hè? Als je kijkt naar CO2-heffing of vleestaks, dat zijn belangrijke sturingsinstrumenten die je vanuit de overheid kan inzetten. Op de ecologische dimensie, ja, daar kan ik een uur lang over losgaan. Ik ben natuurlijk van origine een ecoloog. Maar het gaat in feite over het leven binnen ecologische grenzen. Maar vooral hoe je dan omgaat met complexiteit en systeemdenken. Want we zitten in een sociaal-ecologisch systeem. Hè? De mens staat niet los van de natuur en van onze planeet Aarde. We zijn daar een onderdeel van. Dus dan moet je dat ook zo gaan besturen. En dat kan bijvoorbeeld met nature-based solutions. En vooral ook op basis van institutioneel en economisch ontwerp. Op basis van die ecologische ontwerp. En want een volwassen ecosysteem laat eigenlijk perfect zien van hoe je dus een circulariteit kan organiseren op een laagst mogelijke schaal. Je ziet ook dat de circulaire economie stroming op dit moment, dat komt voor uit de cradle-to-cradle gedachte. Dus dat is gewoon het sluiten van kringlopen op een laagst mogelijke schaal. Maar dat geldt ook voor andere aspecten in de samenleving die je op die manier kan organiseren. Dat gaat over aanpassingsvermogen, het gaat over de onderlinge verbondenheid van mens, natuur en omgeving. Het gaat over draagkracht en solidariteit. Nou, op de formele, de institutionele kant gaat het, dat wordt vaak vergeten, hè, als we het over nature-based solutions hebben, over natuurbescherming of voedseltransitie. Dat het heel veel samenhangt met de sociale transities waar we in zitten. We hebben de uitdaging van een overheid die ook echt naar burgers luistert. We hebben de toeslagenaffaire gezien, waarbij de overheid recht tegenover burgers kwam te staan. Hè, want dat is natuurlijk niet de bedoeling van een sociale contract. Het gaat over aanpak van sociale ongelijkheid, versterking van lokale democratie en bestuur, etcetera. En daar ook weer een belangrijke rol voor een progressief belastingbeleid waar je dus de ongelijkheid mee kan aanpakken. En dan klik, informele instituties. Ja, want, Patrick, ga je even onderbreken, ja. Want je hebt er nog 5 minuten. Ja, en ik ga... Maar of je inderdaad toch nog meer op in je microfoon wil praten, want onze luisteraars hebben niet altijd een goed geluid. Dus misschien nog meer in je microfoon praten. Maar ik hoop dat het helpt. Ja, nou, ik ga gewoon een beetje kort erbij zitten. Ja. Ja. Nou, die laatste is, dat is een belangrijk punt, omdat informele instituties zijn patronen die niet formeel ingebed zijn in wet en regelgeving, maar wel een hele belangrijke rol spelen in hoe wij als samenleving functioneren. Een open en creatieve
participatieve samenleving, of onafhankelijke kritische media, of dat je een open dialoog hebt, ook met andersdenkenden, hè, als tegenhanger van polarisatie, en meer over die normen en waarden. Niet alleen solidariteit voor elkaar, voor de natuur en ook voor toekomstige generaties. Het gaat ook over de zorg en de plichten die je hebt ten opzichte van je sociale en ecologische leefomgeving. Nou, klik. Hier ga ik niet verder op in. Dit is een transitieversneller. Dat is eigenlijk die wij gebruiken in een aantal nationale onderzoeksprojecten op dit vlak. Dan gaan we naar het voorbeeld. Hoe komt dat nou samen? Ik denk dat Zeeburg en Voedselbos in Amsterdam een mooi voorbeeld is waar een aantal van die dimensies samenkomen. Niet alleen sociaal en ecologisch. Hè. Dan heb je de volgende klik. Dan heb je bijvoorbeeld over een burgerboerderij, hè, waar burgers mede-eigenaar worden van hun eigen lokale voedselsysteem. Nou, een voedselbos is ook een heel interessante nature-based solution, omdat het eigenlijk de meest ideale vorm van kringlooplandbouw is. Hè. Je hebt daar echt alle kringlopen die in een goed functionerend voedselbos functioneert als een goed functionerend ecosysteem, waarbij de kringlopen gesloten zijn. In dit geval is dat een ecosysteem met heel veel eetbare planten en bomen. De productiviteit ligt vele malen hoger op het vlak van biomassa dan een reguliere landbouwsysteem. En dat is daarmee ook volledig zelfvoorzienend en klimaatbestendig. Nou, als je dit combineert met het concept van een burgerboerderij, waar we vanuit in Holland ook veel onderzoek naar doen, dan is het doel eigenlijk om de relatie tussen burger, boer, voedsel en natuur te herstellen. En daarmee kun je dus een heel interessant inrichting van je lokale gebied hebben, waarbij je dus niet alleen sociale cohesie bevordert, maar ook dus de burger korter bij de natuur en bij voedselproductie brengt. Patrick, ja, jij zei klikken? Klik, ja. Ja, want inderdaad, het is heel... Nou, hier ga ik dus, dit zijn verschillende typen burgerboerderijen, dan ga ik even overslaan. Wij zetten hem gewoon, die presentatie ook zeggen, lekker beschikbaar, zodat ja, mensen hem ook kunnen terugkijken. Helemaal goed. Hier kun je een paar keer klikken. Het plaatje laat zien waar het Zeeburgervoedselbos voorgesteld is. Dat is op de oostpunt op Zeeburgereiland. Dat is eigenlijk het laatste stukje Amsterdam waar er geen bestemming op ligt. Nou, ons voorstel voor een Zeeburgervoedselbos wordt nu ingediend bij de gemeenteraad van Amsterdam. Het past ook één op één in de groenvisie van Amsterdam. Dus als hier een meerderheid van komt in de gemeenteraad van Amsterdam, dan gaat het mee in de bestemmingsplanprocedure. Dus dat is een belangrijke vooruit. Een burgervoedselbos kan op deze, is een stukje van 6, 7 hectare. Het zou een hele mooie groenplaats kunnen worden waar klimaatbestendigheid, biodiversiteit, sociale cohesie en duurzame voedselproductie samen. Klik. Ja, nog een paar klikjes. Wat ook belangrijk is, is dat als je naar de bewoners van dit gebied, die voelen toch dat ze best ver weg zitten van het park in Amsterdam, hè, vanaf het diepe park, het Flevopark. Dus in die zin is een stukje groenvoorziening in deze wijk ook eigenlijk conform de wensen van de bewoners. We werken ook met de burgercollectieven van Zeeburgereiland, die hier erg enthousiast over zijn. Het zit ook mooi in het natuurnetwerk Nederland. En dat draagt natuurlijk bij aan klimaatadaptatie, maar ook klimaatmitigatie. Dus moet je feitelijk gewoon om het zo maar even oneerbiedig te noemen. Waar je dus een biomassa opbouwt op wel 7 tot 8 lagen in een ecosysteem. En reguliere landbouw is gewoon maar 1 laag biomassa opbouw. Dus in die zin lever je een bijdrage aan CO2. Klik. Nou, het voedselbos zou heel mooi samenvallen met de ontwikkeling van de nieuwe sluisbuurt, waar wij als In Holland onze nieuwbouw hebben. Omdat we ook natuurlijk weten dat een voedselbos 4 tot 5 jaar nodig heeft om de eerste oogsten te gaan opleveren. Maar het levert daarmee een hele mooi stukje, een mooie ingang voor sociale cohesie, om elke nieuwe bewoner van de sluisbuurt te gaan boomplanten. Dus daar heb ik commitment mee. Je hebt plut- en plantdagen, dus je kunt de bewoners op allerlei verschillende manieren gaan betrekken. En daarmee verbindt het Amsterdam met haar eigen leefomgeving. We gaan even wat versnellen, Patrick, want ja, dus, de tijd is eigenlijk om. Dat zijn de laatste slides. Ja, ja hè? Ja, gaan we door. Ja.
De uitgangspunten, ja, dit is dus met name vanuit het standpunt van multifunctioneel ruimtegebruik. Er liggen allerlei ruimtelijke claims op de oostpunt. En dit concept biedt daarvoor een mooie invulling, omdat je dus meerdere maatschappelijke belangen en publieke diensten gaat combineren in een integraal gebiedsopwerp. Nou, andere punten heb ik genoemd. Wat mooier daarbij is, is ook de educatie over voeding en natuur. De basisscholen in de buurt, die willen graag een eigen natuurtuin. Dus nou, wij hebben voorgesteld, we kunnen allemaal een eigen stuk van een voedselbos krijgen. En daarmee herstel je dus natuurlijke verbinding tussen burger, natuur en voedsel. Nou, de volgende slide, volgens mij de laatste. Even doorklikken. Educatie voor mbo, hbo, wo is interessant. Kan als sociale werkplaats fungeren. En we hebben ook in het park zelf, wordt natuurlijk toch voor de bewoners ook een koffietentje neergezet. Maar er kan ook een horecagelegenheid komen waar een aantal chefbox, waar we contact mee hebben, menus kunnen presenteren met producten van het voedselbos zelf. Dus op die manier krijg je een enorme exposure en bewustwording over voedsel en natuur op deze plek. Ik ga inderdaad terug op een aantal belangen hebben, ja. Eigenaarschap, governance, maar, ja. Zeg maar de studio hier wordt eigenlijk, hebben we al van tevoren, moeten we uiteindelijk stoppen met het webinar, met name ook omdat de tijd om is. Dus helaas, ik denk inderdaad een heel mooi verhaal nog, Patrick, waar we volgens mij ook een aantal dingen samenkomen, ook vanuit de vorige sprekers. Die met name ook, hè, dus de samenwerking, crossovers, multidisciplinair, misschien wel transdisciplinair. De natuur een hele belangrijke rol. Volgens mij zijn dat in ieder geval de punten. Ik wil eigenlijk iedereen onwijs bedanken vandaag voor de bijdrage. We gaan de presentatie of het webinar gaan we op Groen Kennisnet plaatsen. Wie er nog vragen heeft, iedereen mag ze naar mij toe mailen, dan zal ik zorgen dat die vragen nog beantwoord worden en door de juiste expert ook beantwoord worden, want voor mij krijg je ze niet. Ik mag het inderdaad het geheel aan elkaar praten, maar we hebben heel veel mooie experts vandaag gehad. Lectoren als Rob Rogema, Patrick Huntjes, Mauro hebben we gehad, we hebben Sandra gehad, we hebben Maurice gehad en we hebben Anneke gehad. Onwijs bedankt voor iedereen zijn bijdrage, maar ook bijdrage, dankjewel voor deelnemers. Mooie vragen in de Q&A. Wij gaan ze beantwoorden en binnenkort krijg je van mij de link om het nog eens een keer terug te kijken. Sprekers, dank je wel. En deelnemers, ook dank je wel.